finale aflevering. En vandaag doen wij de Food Challenge hier in Maleisië. Er zijn in totaal 500 punten te verdelen, dus we gaan ervoor. Let's do it! Wow. Twee teams, 1 spectaculaire battle locatie en 8 gruwelijke challenges. Wie haalt de meeste punten en weet opnieuw te winnen? Dit is de finale van de Wonder World Battle. Zie je wel hoe laat het is, jongens? Wow. Oh, een wandelkaart. Amazing. 6 uur, hou een wandelkaartje. Dat is altijd leuk. Goedemorgen. Jullie gaan genieten van de zonsopgang. Op Panorama Hill. Daarna zullen jullie... Zullen we een bijzonder ontbijt klaarstaan? Ja, het deed echt pijn in mijn ziel dat ik om 6 uur werd wakker gemaakt om een berg te beklimmen. Oké, mensen in een rijtje gaan staan, even rekken strekken voordat we naar boven gaan. Even lekker de doorbloeding laten gieren. Ja, zak maar lekker. Ja. Oh, maar doen jullie dat goed? Ja, ik ben lager. Ik ben een squatter. We gaan naar een viewing point, begrepen. Ik denk dat we hier naar boven moeten. Met panorama, joh. Ja, ik ben hartstikke nachtblind, dus ik zie sowieso geen rug. Ja, er staat ook wel echt gewoon licht in. Oké, een auto, een auto, een auto! Oh. Ik wil wel even een vlog maken, maar ik zag mijn kop. Ik dacht, doe het toch maar niet. Ik zou zeggen, follow the leader. Nou, welkom bij Nederland in Beweging. Zoals je ziet, is Nederland in Beweging. Zijn we er al? We kunnen het gewoon vanaf hier kijken, dat is toch ook mooi. Oh, ik hoop echt wel dat het waard is. Nee, ik ben echt een beetje duizelig. Ik wacht hier wel gewoon tot de zon opkomt. Het was echt super stijl, dus dat was ook echt heel zwaar voor je benen. En je had een soort van leuning, maar op een gegeven moment worden je benen steeds zwaarder en dan ga je je omhoog trekken aan die leuning en het werd steeds steiler en steiler. Oké, ik ben vooruitgelopen. Ik denk dat haal ik wel met mijn conditie. Ik ben echt helemaal kapot. Maar alsjeblieft, laat het een einde aankomen, zeg. Oh mijn god. Laat het einde komen. Oh mensen, ik ben er eindelijk. Wat een tocht is dit, joh. Volgens mij hebben zij halverwege een tentenkamp opgeslagen. Want ik heb ze al een uur niet meer gezien. Ze zijn kapot. Helemaal gesloopt. Nou, ik heb echt zeker 4 bijna doodervaringen gehad. Echt een buitenlichaam experience, alles. Er kwam geen einde aan, hè? Amsterdam, 5 hoog. Prima, toch? De meesten zijn boven, behalve Saske. Die schijnt bijna flauw te vallen beneden. En dan denken ze dat ik zo'n goede conditie heb, maar dat valt allemaal vies tegen. Dus ik moet nu naar beneden, maar die tocht terug is nog veel gevaarlijker dan heen, volgens mij. Dus ik loop nu met een vlogstick in mijn hand. Weer helemaal naar fucking beneden. Maar ja, alles voor het team, hè. Ik hoop dat ze nog een beetje oké. Okay. Dat is goed nieuws. Ons slachtoffer leeft nog. Saske, hoe gaat het met je? We begonnen zo enthousiast. Ja, hè? Nee, ja. Ik ben gewoon helemaal misselijk. En elke keer zakt het een beetje weg. Ja. Even pauze. Maar het gaat nu ook niet meer weg. Ik ben ook helemaal duizelig. Nee. Dus ik ben teruggelopen. En daar lagen ook nog de tassen van de drones en allemaal andere cameralenzen. En toen was ook de vraag of Kai die even mee naar boven wilde nemen. Nou, dat heb ik gedaan. Dus mocht je nou denken van hoe is dat zo prachtig geworden allemaal, die wandelaflevering, dat komt door mij. Want zonder mij hadden jullie die dronebeelden niet gehad. Wat ook nog op het kaartje stond is dat we daarna een speciaal ontbijt kregen. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik daarvan moest denken. Hier op deze geweldige plek gaan jullie de Food Challenge doen. Amazing! Yes! Hij bestaat 5 rondes. Elke ronde moeten jullie 1 teamlid aanwijzen die het bordje leeg eet. Degene die dit het snelst doet, wint 100 punten. Succes. Nou, ik vind dit even helemaal kut. Weet je wat het ergste is? Wij hebben al zoveel verloren, Sophie. En dit is zeg maar de challenge waarvan ik van tevoren, als ze zeggen, die gaan wij verliezen. En die komt nu. Nou, dat is lekker hoopvol, hè?
ik ben snot verkouden, dus ik proef geen moer. Maar ik heb, Sas is wel een beetje misselijk, nu al. Ja, en dit is kut, want als we dus vlees en vis krijgen, dan moet ik het dus eten. Oh, je hebt vlees natuurlijk. Oké, laten we beginnen met het voorgerecht, zou ik zeggen. Oh nee, geen vis. Ik, hou jij van vis? Ja, jezus. Nee, het is echt heel goor. Moet je kijken, man. Nee, kap me nou. Weet je, ligt alleen ook in die lucht al. Ga je me rokken of niet? Ja, ik wil het wel proberen. Nou, wil jij deze ook? Ja, je denkt, ik ga kotsen, dan moet je stoppen. Ja, we hebben nog vier rondes, hè? Dames, zullen we aftellen? Ja, tel maar af. Oké, 3, 2, 1, go! Oh, sneller. Oh, echt lekker. Sneller. Ze zijn lekker, hè? Sneller. Ik kan het echt niet. Oh, ik ga nu al nekken. Sneller. Volgens mij pakte Sas dat ding op. En ze begon gelijk de kok al. En toen heb ik ook tegen haar gezegd van, laat maar. Misschien komen er nog andere dingen die we wel kunnen eten. Maar ik wil niet dat je gaat lopen kotsen. Ben je misschien weer voor de rest van de reis ziek. Ik kan het echt niet. Ik kan het echt heel lekker. Eet maar, je krijgt de rest van de week weer niks te eten. Doe maar rustig aan, Sophie. Geniet ervan. Tijdens dat eten van die vis, dacht ik... Zo. Sophie stoot de teen, hoor je dat? Ja, ik heb gewoon lekker eten, joh. Tadaa! Nou, supergoed. Tadaa! Mooi punt voor jullie, guys. Ronde 2. Goed gedaan, Sof. Trots op jou. Ik vind het echt lekker bezig. Ruikt naar komkommer, hè? Het is een soort van vrucht. Zal ik deze pakken? Ja, doe jij maar gewoon alles wat vegetarisch is. Ruikt wel zuur. Voor jou. Goeie. Ik denk dat er in de binnenkant iets goors zit. Kan niet anders. Dat is uitspuiten. Ja. Oh, god. 3, 2, 1. Wat is het? Wat is het? Oh. Oh nee, niet praten. Door eten. Door eten. Vies? Je kan het. Je kan dit hebben. Je houdt van zuur. Je love sour. Zuur is je favoriet. Verslikken schat. Je kan het. Door die je kan het. Neem wat water erbij, dus nood. Oh nee, niet gaan. Niet gaan. Niet gaan. Niet kijken. Niet kijken. Kosten, niet, kosten, niet kijken. Niet kijken. Niet kijken. Niet kijken. Niet kijken. Niet kijken. Eet door. Eet door. Oh, juist, juist. Oh, fucking goed, Tess. Dat was zo zuur, wat is dit? Ik wil wel een klein beetje proeven eigenlijk. Nou, we zijn weer gelijk. Oh, zo, het is heel helemaal. God, echt. Wat is dit? Ik denk dat dit een soort van peper is. Ja. Ja, die moet je eruit halen. Het lijkt een soort boon. Een boon. Een grote spersiebonen, jongen. Ik weet niet, maar deze durf ik wel te eten. Ja? Als het pittig is. Ja, dan kan jij het beter nemen. Eten. Anders maakt het niet uit. Gaat 3. Oké. 2, 1. Oh, wat is dit? Ik bedoel het. Oh, goed zo, goed zo. Goed zo. Oh, dit is wel een beetje gek, pittig hoor. Ja, is pittig? Oh, ik wil echt helpen tellen, maar... Zo, dat tellen is lastiger dan ik denk. Doe een beetje grote bananen! You can do it. Die bonen waren lekker, man. Dat was een soort knoflookteen eigenlijk. Volgens mij riek ik uit mijn gier nu. Heb je er last van? Ja, hè? Ik zie ook dat je een beetje wegkijkt de hele tijd als ik mijn mond open. Beetje grote bananen, Kai, doe het! Je hebt gelijk. Oh, nee, hij was eerder volgens mij. Ja. Oh, yes! Yes! Oh, je ging zo goed. Oh, lekker, pink. Zo, ik vond dit lekker, man. Het smaakt naar knoflook. Ja, lekker. Oh, dat was gewoon voor niks. Dan hadden we ook wel kunnen eten. Oké, de tussenstand is nu 200 tegen 100. Ja. Wat leuk, dat we eindelijk een keer voorstaan. Ja, het is jullie gegund hoor. Nou, ik ga wel te vroeg juichen. Oké, op naar de volgende. Laat maar gewoon doorkomen nu. Ga ik naast maken. Wat is dit? Dat is een lychee, denk je. Lychee? Ja, is lychee. Is het fucking lekker? Ja. Vind je ze lekker? Ja. Lychee is echt lekker. Kijk hier. Ja. Van die bergwandeling. Ja, weet je, ik vind lijkt wel een heroïne zucht die het aftikken is. Ja, wil jij dat ik dit doe? Ja, als jij dat zegt? Sophie, okay. Sophie hoopt op oogballen en zo. Nou, maar dat vind ik zo lekker. Ik slik het wel door. 3, 2, 1. Man. Maar het was uiteindelijk het moeilijkste om ze open te krijgen. Laatste. Sap spoot er overuit en iedereen had het in zijn gezicht zitten. Want ik was een soft erotische pornofilm op een gegeven moment. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik 3 vrouwen tegelijk onderspuit. Normaal doe ik het in etappes. Dan wissel ik af. Laatste. Go for it. You can do it. Ja, go. Ik deed hem samen met Kai. En vanaf het startschot was het echt een soort van oerman die naast me zat. Hij ging echt tekeer met die liedjes, dat was niet normaal. Oh,
Sorry. Oh. Heb je misschien een beetje afgeleid met mijn gore gegeten? Sophie, weet je nog heel mee? Ja, Kai. Wat er gebeurde? Ik heb een half uur lang onder de tafel gelegen met glazen melk. Kai. Ik zit mijn bek pissen. We redden dit, hè? Kai. Ik heb al wel vaker in mijn leven pepers gegeten. Ik heb niet ontkennen dat ik heb gekotst achteraf. Daar schiet je niks mee op als ik het ga doen. Het is super grappig voor het beeld, maar ja, verder win je er geen challenge mee. Dus ik ga dit echt niet trekken. Nee, je zou het wel trekken. Ja, het is niet anders, Sophie. Ik denk dat ik het moet doen. Sorry, Kai. Ik voel me echt een beetje slecht teamgenoot. Als ik deze verlies, dan baal ik echt. Want hier heb je wel nog een soort van half uur naweeën van dit spul. Maar ja, fuck it. Laat maar. We doen luister. Het melk. Dus melk water verspreidt het alleen maar. Melk is ja. Maar dit mogen we natuurlijk pas achteraf drinken. Ja. Oké, ik ga staan. Ik weet niet of het nut heeft. Maar ik probeer het gewoon. Fuck! Oké. In 3. 2. 1. Slik het dan gelijk ja, door. Ja, gewoon slikken, gewoon slikken, gewoon slikken. Gewoon slikken, gewoon slikken. Je kan doen het, geen dit water. Waarom heet je water? Dit is echt? Waarom heet je water? Oh my god! Goed zo. Motherfucker! Hoe doet hij dat? Want in Roemenië was je zo'n fucking pussy en nu gewoon kill je alles, alles. Oh. Ik heb wel, ja. Hier, er is meer melk. Neem maar ook. Hier, nee. Hier. Oh, mijn god. Oh, Kai, je bent een topper. Zo, oké. Okay. Oh, nou, je bent echt onder indruk. Zullen we gaan eten? Maar ook voor jou, Jess. Het voelt echt super goed om voor het eerst gewonnen te hebben. We waren namelijk allebei wel in een soort staat van oké, als we dit niet winnen, dan houdt het ook een beetje op. Gefeliciteerd. Oh, eindelijk. Zullen we allemaal gaan staan? Echt? Goed gedaan. Ja, dat doe je ook wel door. Ja, goed gedaan. Ja, jullie vinden het echt gezellig. Niet leuk, denk ik. Zo, Sophie. Ja, we hebben nu 400 van de 600 punten ingehaald. Dus we gaan sowieso de Wonder World Battle gewoon winnen. We gaan ons best doen om die 200 punten in te halen. En die mogelijkheid is er, zolang we voor elkaar door het vuur gaan en ons best blijven doen. Nee, is niet. Dat klinkt lekker. Krijg de tering. Go, go, go. Als ze naar ons kijken, dan moeten we even rustig aan doen. Oh, wat zijn ze gaan als een gek? Gaan we gaan er gewoon even zo. Heel ver vanaf. Schat de bouwt, dat is onze kaart, hè? Ver. Oh, kut, we zijn paars. Ja, je bent team paars. Ja, Saske. Oh. Ja, jongens, stik voorzichtig. Dit ja. Was namelijk alweer de Food Challenge. Ja, een hele hete challenge was dit. En we hebben eindelijk een keer gewonnen, zo, yes! Ik ben zo blij. Ja, ja maar jij hebt die puntjes wel even gedaan, hoor. Dank je, Sophie. Top. Jullie hebben 300 punten gehaald, wij maar 100. Ja. Jullie staan nu op. 11. Dus we komen dichter bij elkaar. Als je wil zien hoe we het de volgende keer gaan doen, zorg dan dat je abonneert en liked. Ja, en laat ook even een leuke reactie achter, man. We zitten hier niet voor niks. Dat vinden we ook. Ja, hey, hallo. Heb je pepernoten, joh. Die peper gaat niet voor niks door die zonkamer. Ja. Hey, jongens. Nou, jongens, ik ga even schijten, want ik kom er gewoon vlam bij. Ja, en dan zien wij jullie weer volgende week. Dag, tot ziens. Bye.